gezicht na een 1-1 gelijkspel tegen een ploeg die het zo ontzettend moeilijk heeft. Ja, maar wij hebben het ook moeilijk. Zo is het ook. Maar ik denk dat het de eerste helft geweldig, heel goed doen. Veel beter dan de laatste week en balbezit. Dynamiek? Ja, dynamiek. Ja, dat zag er veel beter uit. We hadden controle. Ze hebben nauwelijks gevaar, denk ik. Dus dat stond gewoon hartstikke goed. Ik denk dat je nog veel venijniger moet zijn in een paar momenten om misschien al 2-0 te maken. Tweede helft, dan weet je dat je moet soms in een wedstrijd een kwartier overleven. Dan kan je zijn wedstrijd gaan uitspelen. In principe deden jullie dat, want de eerste kwartier had Groningen wel druk. Maar je komt er wel doorheen en daarna dat gekke moment met Gustafsson. Ja, precies. Volgens mij zat daarvoor nog een goede kans. Ik weet even niet meer van wie. En Gustafsson. Toen die bal van Gustafsson op. Ja, maar daarvoor zat nog een kans volgens mij. En dan dat geweldige schot van Simon. Dan moet je een beetje geluk hebben. Maar ja, dan verkloten we gewoon onze eigen wedstrijd. Vond je de rode kaart? Ja, het is de impact waarmee die op die tegenstander afloopt. Ja, dan geef je de scheidsrechter eigenlijk de gelegenheid. Althans, zo zagen wij het. Hoe zag jij het? Ja, ik kon het absoluut niet zien. Ik stond heel ver vanaf. Ik zag ook inderdaad dat hij natuurlijk met hoge snelheid... We hebben de beelden gestart. Ja. Pak even de herhaling erbij. Ik kan het wat beter zien. Ja, maar ja. Mijn mening doet... Vincent, dit is geen rode kaart. Hè, kijk, hij gaat niet met... Kijk, dit is geen rode kaart, jongens. Kom op, hè. Hij gaat niet met gestrekt been. Natuurlijk heeft hij hoge snelheid. Hij staat los van de grond. Ja, ik vind ja. Maar ja, het is niet slim. En we verneuken daardoor... Sorry. Ja, we gooien ze. Ja. Ja, daardoor natuurlijk, dan gooien ze die lange spits erin. Nou, dan... en dan kan hij een keer verkeerd vallen. En dan een beetje ongelukkige goal tegen. Maar dit was totaal onnodig, denk ik. Zeker, we hadden het net ook al met elkaar erover. De eerste 20, 25 minuten. Laat je zien dat je voetballend veel meer in huis hebt dan Groningen. Toch verbaast me dan dat ook voor die rode kaart, dat je dat onderscheid niet kunt maken in de tweede helft. Ja, natuurlijk. Maar ze gebruiken dat eerste kwartier, 20 minuten om naar een eigen publiek. En zo'n fase moet je overleven en dan moet je cool blijven. Je moet ook voetballen. Ja, maar dan moet je gaan voetballen. Kijk, je moet eerst overslaan, dan moet je gaan voetballen, de rust hebben. Ja, zover zijn we op dit moment nog niet. En dan schieten we ons gewoon zelf in onze eigen voet, dus een rode kaart. Ja, en dan was mijn punt daarna het maximale. Je noemt de tegengoal ongelukkig. Hoe heb jij die situatie ervaren? We kunnen hem even erbij pakken, de beelden. In principe is er niks aan de hand. Ze hebben er helemaal meer zin. Komt hij opnieuw. Gelijk uit. Ongelukkige Jensen, denk ik. Je wordt weer kwaad als je het ziet, volgens mij. Ja, maar... Kijk, dat... Ja. Zeg wat je denkt. Nee, als zij zo'n ballen... Als zij met die man minder, met die lange spits... Ja, dan gaan ze dit soort ballen spelen. Ja, dan kan hij ook een keer verkeerd vallen. Ja, zo is voetbal ook. Maar ja, dat is dan in dit moment misschien... Kijk, met een beetje geluk overleef je het misschien. Trek je 1-0 over de streep, maar... Ja, het is ongelukkig.